Hi, my name is... What? My name is... Who? My name is... Is dit niet zo dagelijkse video's? I wear the sunglasses for my eyes because the sun hurts little bit. Yo YouTube, Acey hier. Met vandaag een nieuwe praatvideo. Dus dames en heren, vandaag zorgde ik voor een lamp. En de lamp zorgt voor de belichting. Lamp, belichting. Yo YouTube, er moet nog een intro komen. Let's go! Kijk, dus yo YouTube, Acey hier met vandaag een nieuwe praatvideo. Vandaag gaan we het hebben over dierenmishandeling, omdat ik het wel een toepasselijk onderwerp vond. Morgen ga ik live op Twitch, zullen jullie dat ook een beetje weten. Normaal had ik dat moeten zeggen voordat de intro kwam, maar dat heb ik niet gedaan. Dus laten we nu gewoon beginnen. De video gaat over dierenmishandeling. De reden waarom is omdat ik, holy shit, mijn kat, mijn kleine kat Marcel, ga er straks wel een keer gaan filmen, is gisteren gesteriliseerd. Dat de eileiders doorgeknipt worden, zodat ze niet meer zwanger kan worden. En je kat wordt daar een heel stuk rustiger van. Je kat krijgt dan niet meer zo hormonen of zo. En je kat wordt daar gewoon super chill. Eén probleem. Ze heeft nu een wondje. En katten gaan heel veel lekken aan dat wondje omdat het pijn doet. Ze mogen er alleen niet aan lekken, want door eraan te lekken kan het ontsteken. En als het ontsteekt, ja, dan kan je doodgaan. Godverdomme, man. Dus wat is de oplossing van de dierenarts? De hoofdkap. Ik zeg het je, dit ding is echt fucked up. Ik kwam thuis en ik zag mijn kleine lieve poesie met dit ding rond haar hoofd. Ze liep overal tegen omdat ze wou dat het afging. Het was fucking zielig. Het was echt fucking zielig. Dus ik heb het afgedaan omdat ik het zo zielig vond. Hi YouTube, Acey hier. My name is what? Het zit ook niet gemakkelijk. Hij kan echt niks doen. Vraag me af hoe dat mijn kat hiermee heeft geslapen. Holy shit. Maar dus lieve mensen, hier allemaal samengekomen op YouTube. Ik ga het niet alleen hebben over mijn eigen kat. Gisteren was ik een beetje over de Facebook aan het scrollen. En ineens zag ik zo'n video van een meisje. Die hondjes, kleine puppies. En een emmer olie stopte. Die een brand stak. En ze gewoon weggooide. Holy shit. Als ik een mes had, ik liep gewoon naar die vrouw en ik stak haar neer. Ik zou die vrouw ook gewoon in een pot olie steken en in brand gooien. En haar weet ik veel. Van de Mont Blanc gooien of zo. Godverdomme, man. Ik was zo kwaad. Ik dacht echt van, what the fuck. En geloof het of niet, maar iets daarna zag ik een video van een vrouw die seks had met een hond. Holy shit. Ik had gewoon zin om, weet ik veel, mijn ingewanden eruit te kotsen of zo. De wereld is, ja... Goed naar de kloten. Ik snap niet wat er door die mensen hun hoofd gaat. Zijn die helemaal psychisch aan het worden of zo? Snap het niet. Kan je nog met jezelf leven nadat je zoiets doet? Hoe lost ben je als je het dan nog eens gaat filmen en het dan nog eens op fucking social media gaat zetten? Is het dan zoiets om trots op te zijn of zo? Zet je dan als bijschrift hashtag coolkids? Nee. Ik heb gewoon zin om die mensen persoonlijk te gaan neersteken of zo. Holy shit. 0% respect. Die verdienen echt de doodstraf. Die verdienen het om gestenigd te worden door de stad waar ze wonen. Echt, wow. Fucked up. Ik heb dus twee katten, zoals jullie allemaal wel weten. Eén kat die groot, dik en wit is. En één kat die klein is, grijs. Ook wel bekend als Marcel. Marcel hebben wij gekregen toen ze net geboren was. Maar het verhaal van de grote kat is iets langer. De grote kat zat altijd voor onze deur. Ze was een straatkat, dat dachten wij. En die kwam altijd voor onze deur zitten. Wij hebben dan zo eens de kattendienst gebeld. Die zijn haar komen halen en die hebben, ja, haar bekeken en zo. En dan stuurde die normaal naar een asiel. Maar mijn mama kreeg het niet over haar hart om dat katje naar het asiel te sturen. Dus mijn mama is gaan vragen aan die mensen of wij die konden thuis nemen. Dan is ons verteld dat de kat al gesteriliseerd was. Dus wat betekent dat die kat al eens een huisje had gehad? Die kat was al eens ergens ingetrokken. Wat de dierenarts ook zei is dat de kat heel veel geslaan is. Want de kat was enorm bang. De kat had enorm veel trauma's. En vanaf je een snelle beweging deed bij je kat of gewoon een onverwachte beweging deed, verschoot ze helemaal en was ze helemaal in shock. En dat is nu nog altijd zo. Als ik iets te hard van de trap loop of als ik per ongeluk uitslier over de grond, verschiet die kat haar echte tering. Maar er gaan altijd slechte mensen zijn op de wereld. Niet alles is perfect. Er zijn altijd een paar addertjes onder het gras. Hopelijk worden die mensen neergestoken op straat. Godverdomme, man. Als we 400 likes kunnen halen op deze video, komt er morgen een nieuwe video online. Nee, wacht. Dan komt
komt er zaterdag een nieuwe video online. Want morgen komt de aankondiging van de livestream online. Ik kan jullie zeggen, de video die zaterdag online komt is een video over One Direction. Waar ik ga praten over die kut voor zij. Die mensen die heel hun polsen opensnijden voor zij. Daar ga ik ook eens goed mijn mening over zeggen. Ik kan nu wel even nog met mijn camera Marcel gaan filmen. Dat ga ik even doen. Dit is de grote kat waar ik het over had. Deze is dus mishandeld. Het is ook een meisje. Ze is heel bang van alles en zo, maar ze is wel lief. Brave poesie. Brave poesie. En dit is de geopereerde kleine Marcel. Gangsterkat. Die waarschijnlijk heel veel pijn heeft. Mag niet likken naar je wondje, Marcel. Mag niet, hè. Mo. Oh. Brave poesie. Dit is de angry face. Oh, ja. Ja, Marcel is ermee van de las koepes. Dus dat was alweer de video. Bedankt om te kijken. Vond jij het nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Doe even de outro van de video in de keuken. Gewoon omdat het kan. Toon jullie ook even deze vintage radio. Gewoon omdat het kan. En dan zou ik zeggen bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Ik zeg tot morgen bij de livestream. Ik hoop dat jullie allemaal zien. Ik ben Acid. En ik zeg adios bitches.